En is het aan Ruud Hes om een score door Hans Visser te voorkomen. En daar slaagt de doelman in. Visser toch befaamd om zijn traptechniek, maar Hes blijft de baas. Met één arm en hand. Jordens en Meijer. Opnieuw Jordens. Kans die niet te missen is voor Visser, zou je zeggen. Maar Hesp maakt dat hij toch gemist wordt. Die bal afkomstig van Jordens, die daar gemist werd in de verdediging. En dan heeft Visser een vrije baan, behalve Hesp. Niet meer een hoekschop dus. Opnieuw Hesp. En een gigantisch schot van Langkoorn. En opnieuw die voortreffelijke Ruud Hesp. Maar nu lijkt de Maastrichtse weer los. Alleen Schepers gaat onderuit. Vrije trap in het voordeel van Jordens, snel genomen. Want de MVV voelt dat als het gaat gebeuren, dat dat nu zou moeten zijn. Voorzet Linders. Schepers. Ja, nu zit hij. Precies 9 minuten voor de rust. En het hing in de lucht. Iedereen realiseerde zich dat. En van dik 17 meter laat Schepers zelfs Hesp kansloos. Verdedigd. Het is net nog een ingooi aan de andere kant. Fortuna bang met vooraan Chris Dekker, de trainer. Visser. Meijer. Uit de trein! Ja, ja! 2-0. Nu gaat het hard. Met Samuel in de rug, uit de draai, langs een kansloze Hesp voor de 11e maal. Succesvol in het seizoen trouwens, Erik Meijer. Samuel van de heuvel, overname door MVV. Hier is Hofman. En nog eens Hofman, eerst was het Samuel en daarna Hesp. Maar weg krijgt Fortuna de bal niet meer, want MVV is ontketend. Langkoorn voorzet, net achter. Maar kijk naar Hesp, die 35 minuten heer en meester was, maar nu totaal onrustig. De tweede helft is inmiddels dik 12 minuten oud, is wat aarzelend op gang gekomen. Maar nu misschien met Visser en Hofman. Daar komt Meijer en daar is 3-0. De start was dus wat aarzelend. Maar de techniek aan de rechterkant en de trekbal van de achterlijn. En de linkervoet van Erik Meijer, 3-0. En Meijer onder de toezicht ook hier van Vergozen. Is dus op dit moment topscorer van de Eredivisie met 12 goals.
houden. Vrije trap, 13 minuten voor het eind van de speeltijd door Tal. Meijer verlengt en Schippers neemt hem ineens. En dan is het toch weer raak. In dit geval was het een argeloze situatie. In dit geval was het een argeloze situatie. Maar die bestaan bij NVV niet meer. Het is Meijer die verlengt en Schepers die hem in één keer neemt voor zijn tweede doelpunt van de avond. En omdat Meijer er ook twee heeft, is het 4-0. En een kleine 3 minuten nog. Vrije trap tegen Losada. Overtreding op Dikstaal. Daar loert het gevaar. Als Van As de bal trapt. En Meijer. En door een van de Fransen. De serie van gelijke spelen. Zeer nadrukkelijk doorbroken. Hier is Meijer die aangeeft waar hij de bal hebben wil. En Van As bezorgt hem daar. Dan torent hij hoog boven Samuel uit. En is het voor John Fransen een klein kunstje om 5-0 als eindstand op het bord te brengen.